Oh yeah, I'm going in! Let's go! Loot en Brutus! We gaan even kijken wat er nog meer allemaal kunnen toveren hier en loot. Gek, waar is mijn Brutus heen? Oh, Brutus is al aan het attack, joh. Lekker bezig, Brutus. Val aan, gek, Brutus. You got this. Val aan, Brutus. Oh, what the fuck? Wat gaat hij nou doen? Oh, ik zit helemaal vast. Wat gebeurt er? Oh, ik ben geïmpaald. Dat gebeurt er. Oh, dit is echt heel kut. Dit is kut. Brutus, sloop alles wat je ziet, gek. Sloop alles wat je ziet, Brutus. Ik word geïmpaald door alle dino's hier. Jezus, man. Wat naar. Oh, die stegoschouwer. Godverdomme. Wat kut dit. Oké, maar ik leef nog. Geen stress. Maar dat kost me wel wat, wat levens en durability hier. Hé, hey, ik zie nog damage. Ja, Brutus is lekker bezig, gek. Oh, Brutus. Ik dacht ik ga turret even. Lekker Brutus. Cryo fridges zijn ook leeg. Ja, maar weet je wat wel grappig is? Die modderlord en zo, weet je wel. Die hebben nou alle cryo's hebben ze gewoon aan ons gegeven. Als ik aan het looten ben, laat ik me eerst gewoon alles liggen wat ik niet nodig heb. En nou hebben ze het gewoon ingeleverd. Ja, ja, ja. ja, zeker, ja. Domme, dat is ook zo van, oh, thanks. Ja. Cool. Metal. Wat had hij net Paltz geunlocked of wat was hij aan het doen? Ja, was ding aan het oppakken. Het ging gewoon weg, maar... Oh ja, ik dacht ik schudde hem. Ah, wacht, misschien heeft het in de stego gedaan. Wacht, die heeft het 100% in de stego gedaan. Brutus. 100.000%, ouwe. Maar welke? Ja, een van die twee. Ik zag net nog in de stego kijken, dus. Oh, en toen ik hem killde, toen kreeg ik ook geen loot. Helemaal niks. Ja, zie je? Kijk, wajo man, ja! Tering man, oké. We hebben natuurlijk een flinke win gepakt en dan gaan we vieren, want de Wyfood en ik hebben iets heel leuks voor jullie aan te bieden. En dat is de Wyfood Summer Sale. Vanaf vandaag 23 augustus tot en met 27 augustus is niet 10, maar 20% korting met mijn code Jamesy-YouTube. En dat is super ziek natuurlijk. Oh. Zo. Die had ik even nodig. Maar het zieke is dat de actie van de Wyfood bundles ook nog loopt. Dus als jij een bundel pakt, die heeft al 10% korting. En dan kun je mijn code nog erbij gebruiken. Dan krijg je nog 20% extra korting erbovenop. Oftewel bijna 30% in totaal. Knetterziek. Dus als je wilt stacken, dit is het moment om je Wyfood te stacken, mensen. Wyfood is een maaltijd in een flesje, 500 calorieën, 26 vitamine en mineralen. Knetterveel eiwitten voor die gains natuurlijk. En dus ook gewoon heel chill om mee te nemen overal naartoe. Het is gemakkelijk, het is snel. Dus je bespaart ook nou nog eens heel veel tijd en heel veel geld met Wyfood. Dus mensen, dit is het moment. Koop het. Thanks in ieder geval en bedankt Wyfood ook voor het sponsoren van de content. En jullie ook, bedankt voor de support mensen. We gaan verder met de ARK. Met onze krachten man. Oh. Ik ga Rudy weg tp'en. Wat verdomme. Ik heb Vals beneden neergezet. Ik weet niet of je al een plekje had. Oh, kut, sorry. Ik heb echt net 10 gecraft. Oh ja, kijk. Ja, ik wil nog even gewoon... Ik ga meteen organiseren, weet je wel. Ja, dat wou ik dus ook gaan doen. Wat vind je hiervan? Wordt dit een valplek? Ja, de vals moet een beetje bij crafting staan ook, weet je wel. Ja, ik zat te twijfelen. Want ik dacht, we kunnen hier forges en shit allemaal neerzetten. Maar wil je het hier in die grote ruimte doen? Of wil je vooral dino's neerbeuken? Ja, ik denk dat we beter boven crafting kunnen doen, omdat we daar meer oppervlak hebben ook. Ja, je bedoelt... Dan kunnen we alles hier, mooi in een mooi vlak neerzetten, zeg maar. Dus gewoon hier, zeg maar. Dit stuk, dit helemaal. Oké, dus hier wil je crafting? Crafting met... Maar is dit met een reep niet dat ze te snel hier zijn dan al? Hoezo? Nou ja, het is die wall. Als ze daar doorheen komen, dan is het ook een beetje klaar. Ja, maar hier kunnen we ook gewoon nog veel meer turrets neerzetten. Ja, klopt. Het is meer maar van, het is een hele grote grot, snap ik, maar we zijn nog niet zo alfa dat we de hele grot kunnen gebruiken, zeg maar. Nee, klopt. Ja, ik zou de breach wel ergens anders doen, maar dat is meer voor de ruimte. Ja. Ja, je kan, als je hier nog eventueel een wall erbij bouwt voor turrets, ja, dan kun je daarom, deze kant kunt, gebruiken voor crafting, inderdaad. Je kunt die hele berg nog volgooien met turrets, man. Overal random turrets, daar kom je echt niet zomaar doorheen, dan. Maar dan moet je nog wel even een makkelijke manier vinden om die vaults ook... bereikbaar te maken, maar op zich kan dat wel. Want dan maak ik gewoon een soort van... Ja, dan moet ik even iets meer ceilings hebben eigenlijk.
Ja, ik ga even iets van ceilings pakken. En dan kan dat wel. Mensen, denk er even goed over na over de waifu, man. Want dit is echt het moment om flink te stacken. Eerlijk. Dit is de good shit. Ik drink het echt al letterlijk meer dan een jaar. Ik ben er nog steeds heel tevreden mee, sowieso. Oké, nou, dan hebben we hier een mooi valstukje nog erbij. Dat is wel zo'n jammer aanzicht. Ik pak deze toch nog even op en ik verplaats hem nog even. Nou, hier hebben we allerlei valts. Nou, er moet wel meer dan zat zijn voor de spullen die we hebben. Dan moet nog even... Oh, resource, chill. Nou, alle kristallen erin. Ja, we hebben wel stacks resources gefixt daar. Dat is wel gewoon echt heel relaxed, man. Chill, chill, chill. Nice, die ook. Hebben we hier nog resource? Oh nee, hier ook alle cryo's en turrets in, ja. Saddles, blueprint, gear, raid, hardware. Oh, hardware, oké. Turrets. Oké, ik ga even kijken wat we allemaal hebben. Magma Sour, niet per se super hoog. Pterodons. Oh, wacht. Pterodons zijn een goede pterodons. Dat is wel leuk om meteen door te breeden, want we hebben al die shit niet meer. Super veel meeuwings ook. Anglerfishes. Heel veel meeuwings, man. Oh, wauw. Even kijken, ik heb grotendeels nou wel gewoon opgeruimd, man. Ik leg nog even mijn stegel weg die ik hier heb. Jamie, Rudy, saddles. Saddles. Oh, saddled. Ah, oké. Okay. Nou, dan doen we daar die stegel even bij. Voor de rest, al deze zooi, man. Hek niks aan, gek. Nu nog knetterveel nets heb ik bij. Bear traps. Oké, okay, nou, daar zijn we weer clean. Clean sheet, inventory. Nou, dan pak ik zelf nog even een boletje om mijn kit af te maken. En dan zijn we ready, man. Chill. Ja, het is weer schoon. We gaan weer even weg hier uit deze grot, gek. TP even snel terug naar de base. Hebben jullie al gecheckt voor waifu? Nog niet, zeker even doen. Morgen, wereld. Goedendag. Zo, dat was even een gezeik met allemaal spullen over transfer en zo. Ja, we zijn nog lang niet klaar met transfer, hoor. Je moet eigenlijk nog een heel bierstation maken, zo. Maar daar heb ik eigenlijk net allemaal geen zin in at the moment, weet je wel. Ja, dat moet gebeuren, maar ja. Zoek ik niet. Wat had ik nog getemd? Oh ja, die Monkey Mans, man. De Monkey Mans moeten we even breeden. Betty. Wakkelende Willem en Betty. Wacht, wat is de beste mail? Wakkelende Willem. Hagen Harold. Deze Wakkelende Willem is de beste mail. Enable Mating. Kjetser, Enable Mating. En jij ook. Enable Mating. Nou, deze dingen worden waarschijnlijk knetterzwanger gewoon. Dus we moeten even wachten op die gesture dat die... 11 minuten zwanger per uur. Helemaal gek geworden, of niet? Nou, ik krijg eigenlijk Uber Betty en Uber Kjetser. Nee, ik hoop dat hij wel een beetje de goede stats overneemt van de mail. Dus in ieder geval de stamina, damage en HP. Dat zou echt perfect zijn als ze die over doet nemen. De rest boeit me allemaal niet zoveel. Maar we hebben hier gewoon een pack aan Monkey Mans, gek. Wat ik nog wel even kan kijken, is bij Jones, die Crouch Cave waar hij toen bezig was. Als ik daar even snel langs op ga. Want dan zat, ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar... Ik heb het gevoel dat Jones daar ja, een raid had gedaan en dat hij ook nog succesvol gelukt is ook. Crouch Cave is wel echt een super moeilijke case om de reden, namelijk. Oké, Maywing, ik kies jou. We gaan vliegen. Bro, ik kan de hele grot ook niet vinden, man. Huh? Denk nou dus altijd, denk ik. Ja, hier staat een mega force field, ouwe. I mean, het is raidbaar, toch? Dus gewoon die force field weghalen en dan meteen gaan. Er staan ook nog turrets op de grond, of niet? Want alles valt binnen de force field. En er staat helemaal niet zoveel op. Au, 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 au. Wow, dit is fucking goed raidbaar, maar ik heb gewoon geen zin om een hele tech force field weg te halen. En vooral als je met z'n tweeën bent, dan kun je dit gewoon even met één tech rexje doen. Pieuw, 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 en de andere gewoon met een steger met een kuntje erin. Ja man, dit is echt goed te doen. Ja, nou niet. Misschien binnenkort een keer of zo. Nou, de Crouch Cave. Enemy UV above. Oh, kut. Ik wil even spieken wat hier binnen allemaal zit, man. Ja, what the fuck? Is er nou... Nog niet. Jongens, ik wil alleen even kijken. Ik wil alleen even kijken, jongen. Ja, dat was de vorige keer ook al. Toen zat je hier ook al. Ja, maar toen ging je toch ook gewoon al meteen schieten. Dan kan ik toch niet expres kijken, jong. Ja, wat wil je nou kijken? Wat moet je hier doen dan? Ja, je staat hier al zo lang. Ik ben gewoon benieuwd wat er allemaal gaande is hier binnen. Mijn enemy UAV above heb je gezien. Ja, precies. Maar dat wekt een beetje zorgen bij mij op. Want dat betekent waarschijnlijk dat jij hierin woont. In plaats van de Mando Losers. Maar ja, ik en de Mando Losers zijn toch dezelfde tribe. Dus in principe... Oh, de Mandalorians bedoel je? Ja, de Mando Losers. Oh ja, nee, de Mandalorians die zijn, ja, hoe zou ik dat even vriendelijk zeggen? Die zijn zeg maar geblonjourd naar een andere ark. Ja. Nou, dan weet ik genoeg. Hij. Hey, ik zie trouwens twee stippies. Er is er meer bij. Wat? Oh, dat is je Maywing. Oké. Okay. Ja. Nou, up, keep hem. Oh, fuck. Ik ben dat dood, joh, gek.
Oké, nou, ik heb een intel gehaald. Joost woont in de Crouch Cave. Ja, dat ga ik nooit en nooit kunnen reden met de dingen die ik heb. Ik vind het echt heel bijzonder hoe hij het wel heeft kunnen reden. Maar dan zijn we weer wat informatie rijker in ieder geval. Dat is wel goed om te weten. Dan weten we ook dat... Ja, ik wist eigenlijk ook helemaal niet waar die woonde, man. Waar woonde Jones? Zat in de trui met een crabmes. Waar woonde die? Ik had echt geen idee. Ik heb wel eens wat dingetjes in de woestijn gezien van de Craftmaster, maar ik weet nou niet precies of dat van Jones is of zo. Oh, what the fuck? Word ik nou gesniped, joh? Huh? Oh, wajo, daar is hij gewoon! Waar is mijn beest, gek? Wat? Hallo? Yo, what the fuck, gek? Dat is weer Jamie, Jamie! Ja, stop met schieten, man! Wat doe je nou? Ja, nou, ik ben er gewoon even klaar mee, de vorige keer dat ik jullie ook ontsnappen en nou ben ik klaar mee, waar ben je? Kan mijn grot niet vinden, Joost. Jamie, kom naar buiten met die rot meming van je. ik sta puur te gek. Waar is die meming? Oké, die ga ik even heel snel in een kruienpot doen. Bijna neer. Heel snel in een kruienpot doen. En nou is de meming verdwenen. Oh yeah, en ik blijf lekker hiden in de bush. Als ik die Jones gewoon even kan pakken, joh. Wat vliegt er zo wild? Oh, een Sinoma. Jonas. Oh, hij staat hier beneden, hoor. Waar is hij? Vanaf waar schiet hij? Wat verdomme! Vanaf waar? Vanaf boven? Oké, ik ga even snel naar binnen, man. Ik ga even snel naar binnen. Ik pak even wat gasgrenades weer. Misschien kan ik Jonas ook gewoon poelen. Oké, daar kom ik. Ik heb mijn shit. Dan moet ik even sneaky komen. Ik weet nou niet van die, waar die vandaan schoon, man. What the fuck? Hij staat gewoon volle bak te schieten hier. Waar? Ik moet even sneaky eruit komen. What the fuck staat hij? Oh, what the fuck? Bro, je gaat niet zeggen dat hij mij niet heeft gezien. Yo! Wat? Waar ben je? Oh mijn god. Achter oh je. Mijn god, hij ziet me echt niet. Hij ziet me echt niet. Kom op! Hoi, hij is hier, hij is hier! Kom aan. Kut, die gek vliegt gewoon weg, man. Domme man! Moet ik me helemaal hakken? Wat hebben jullie neergegooid hier, oh? Is dat een poison grenade? Ja, slapen, gek. Slapen? Nee, rot op. Ik zit vast, hoe gaat die bola los? Nee, slapen, kijk, die bola kreeg er niet los. Rot op! Nee! Slaapt hij echt? Top? Ja, wacht, hij slaapt. Ik wilde gewoon even die... Ik heb trouwens wel jullie mening gekild. Ja, je hebt Ari de laatste luchtbuiger gekild. Ja, ik wilde gewoon... Hond? Ik heb de vorige keer dat ik Jamie's mening ook al bijna en nu weer, dus... Oh, leuk. Spul. Ja, joh. Nee, Jamie, moest kieken. Oh, lekker. Nee, niet doen. Kill me gewoon. Ze meenemen onze trek. Ja, ik kan wel allemaal meenemen. Moeten we even naar Codex even, man? Wacht, pak even wat. Nee. Ik heb nog. Heb je naar Codex? Oh, lekker naar Codex. Ik zet even de turret uit, oké? Volgens mij kunnen we gewoon lekker erin sleven, hoor. Maar, sure. Ja, zeker voor het onzekere, zeg maar. Ja, sure. Ja, zijn we even uit dan. Goedemorgen, sunshine. En Joost met zijn blonde lokken. Valt ook mee in het ravijn. Moet hij niet verdrinken, joh. Hij is compleet met zijn hoofd onder water. Oh nee. Hopelijk stik ik. Het is alsof je met zo'n baby omgaat die zichzelf alleen maar van kant op maakt. Jezus. Kunnen we hem tp'en trouwens? Is dat een ding? Weet niet, man. Hoe kan ik hem hier doorheen krijgen? Kun je grappelen? Oh, dat doe ik. Ik heb hem gegrappeld, maar... Oké, wacht. Het is veilig om weg te halen. Ik heb een idee, Hier is een opening, joh. Oh, hier kunnen we nog heen. Hier, eet al het spoiled meat. Geniet ervan. Rot weg. Ik ga spoiled geven. Dat vergiftigt. Ja, maar laat hem lekker even rot vlees. Die gast heeft 900 HP, man. Die gaat... maar een beetje rot vlees eten, die gek. Oké, de... ik denk dat het vervoersmiddel klaar is. Ik heb een idee. Ik ga hem lanceren. Nee, zo. Kijk. Oh! Yo! Oh, what the fuck? Ik zit in de grond! Oh nee. So hard, I love it. Bro, wat gebeurt hier? Ligt hij nou erin? Nee, ligt... Goedemorgen.
Oh, wat gezellig, een roadtrip met z'n drieën. Oh, dat is lang geleden dat ze samen z'n drieën even op avontuur gingen. Oh, dit is zo gezellig. Gaan we liedjes zingen? Mis je daar nou niet, Joost? Het is gezelliger toen ik zeg maar niet in een kooi zat. Is het al met craft mass of zo en zo. Oh, als dat kon had ik het al lang gedaan. Doei. Fall damage! Ik leef! Ik kom weg! Vaarwel, neven! Vaarwel! What the? Nee, Damien, laat me gaan! Ik ben vrij! What the fuck, what the fuck? Waar moet ik heen? Waarom zo weg? Hoe de fuck ben jij ontsnapt, gast? Stop! Ja, gewoon springen! Op mijn beeld. Oh mijn god, wat de actual. Eet me op! Ah, nee! Nee, dino's, eet me op! Dino's, doe het snel! Slaap! Laat lekker, Joost. Laat lekker. Ah. Ja. Er stond een krokodil naast je, weet je. Je had jezelf dood kunnen laten. Ja, die schoot jij dood. Ja, hij moest wel even snel zijn, ja. Ik was op snel op zoek naar een dino die me kon opeten. Hallo Joost. Hallo Jonas. Springen. Welkom. Springen. Welkom. Ja, hier zit nou, wel een parcours die haalbaar is. Als... Oh, dat is gewoon naar ook. Dit is cyberpesten. Cyberpesten. Ja, ik ga hier wel weer liggen. Nou, dat ziet er... Zo, dat brengt me wel terug naar de tijden dat je dat toen ook zo lag. Wat even, ja, wat heb je mond om... Mijn... Ja, kom ik wilde er net bij. Ja, hier hoopte ik op. Dit was de hele vibe die ik had toen ik de prison bouwde. Nou, ik kom nog even op jouw play poepen en dan ben ik weg. Oh nee.